Oh, ik ben als herboren. Oké, we zijn bij zwemles aangekomen. En vandaag heb ik iets gedaan. Gelijk in de startblokken. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik ben al met Sarah en Mila. Hoe kijken jullie uit? Mila heeft nu de step in huis ontdekt. Hij is nog steeds niet naar buiten geweest, dus we hebben nog steeds Mila, de regel voorzichtig, maar dan mag het binnen. Zullen we spelen dat ik jouw moeder ben en dat jij altijd slecht, hè? Zullen we dat spelen? Wil je dat spelen? Zorg jij wel dat je op tijd klaar bent met ontbijten, Sarah? Ja. Ik ga zo de meiden naar school brengen. Dan snel naar huis, dan pak ik de auto, dan ga ik naar de fysio. Wil jij een snoepje? En daar heb ik echt zin in. Mijn nek wordt altijd heel stijf, dus dan is die weer heel erg los dadelijk. En we zijn gewoon echt zwaar op tijd klaar. Echt, even samen nog 3 happen eten, maar echt, ik heb echt al dingen al gedaan. En het is echt gewoon wachten tot we de deur uit kunnen. Dat is echt beter, want de afgelopen tijd kwam ik echt mijn bed niet uit en was het raam op slot. Ik had de deur op slot gedaan. Ik ging niet eens even staan over de kinderen uit. Wat een gehaast. Snel even boodschappen gedaan, nadat ik de kinderen op school heb afgezet. Huis gaan, spullen opgeruimd. En ik had zo'n trek in thee, maar dat gaat niet, dat red ik niet. Want nu in de auto onderweg naar de fysio. Maar ook alles is afgezet. Dus ik moet heel erg slalomen door de wijk om te komen waar ik wil. Toen ik nog te denken met de fiets, maar met de fiets kan ik ook heel veel wegen nu niet in. En dan ging ik het allemaal helemaal niet redden qua tijd. Dus ik ben blij dat de weg gedaan wordt hoor, het was nodig, maar de hinder is niet altijd even fijn. Maar ja, hoort erbij. Oké, het is in ieder geval wel heel rustig op de weg, dat scheelt. Dus, maar je kan echt niet hard rijden, want het is een en al, ze hebben die weg al gefreesd, zeg maar. Dus er liggen overal van die kleine steentjes op, dus als je harder rijdt, dan is het een en al steenslag. Dus dat is niet heel prettig. Maar aan de andere kant, als je die meiden, ik loop naar school. En je kan echt heel rustig, overal heel relaxed komen. Want iedereen rijdt dus echt heel rustig. En dat is echt meestal anders hier. Maar nu dus ideaal. Maar je hebt nergens last van. Echt, iedereen rijdt zo rustig. Dus dat is wel weer relaxed. Ja. Ik ben als herboren. Ik voel me zo blij als ik van de fysio vandaan kom. En ik heb de volgende afspraak. De dag voor Sarah de verjaardag. Een kinderfeestje, zeg maar. Of de dag van Sarah de kinderfeestje. Dus dat weekend kan ik er dan ook weer helemaal tegenaan. Nu snel naar huis, want ik heb echt heel kort. En dan mag ik Sarah alweer uit school gaan halen. Om te gaan lunchen. En ik heb echt trek in thee, want daar had ik net geen tijd voor. En dat is echt mijn momentje. Altijd 's ochtends even... een theetje drinken. Even gewoon, ik weet niet, toch nog rustig wakker worden of zo. Oh, dit is echt een soort van even mijn zen-momentje. Al is het momentje eigenlijk helemaal niet zen. Ik heb lekker mijn thee, maar ik ben ondertussen gelijk een lijst aan het maken van de dingen die ik onder Sarah's zwemles moet halen. En dat zijn best wel veel dingen. Dus ik denk dat ik ze even op volgorde zet van hoe belangrijk het is. Deze moet sowieso. Dit en dit sowieso.
En sommige dingen, ja, heb ik wel heel graag gedaan, maar als het dan niet gebeurt, is het ook geen volledig drama. Het is natuurlijk maar echt kort. Ik heb zeg maar, ja, 40 minuten om dan van het zwembad naar de winkels langs te gaan en weer terug te zijn. Dus dat is best wel kort. Nou, ze waren altijd als laatste uit de kleedkamers, dus wat dat betreft heb ik wel iets speling, maar dan zullen we zien dat ze dan precies vroeg is. Maar goed, ik heb een lijst gemaakt van alles wat ik echt moet halen. Zo moet ik bijvoorbeeld een envelop voor de uitnodigingen, want ik ging gisteren natuurlijk al een stapel schrijven. Maar toen kwam ik heel leuk dat ik niet genoeg enveloppen heb. Dus wel handig als ik die ga halen, want anders gaat het niet. Moet ook van die lege kaartjes. Dan vond ik er nog 3. Die hadden we nog, maar deze kaartjes. En dan doet Marco zelf een uitnodiging voor het kinderfeestje daarop tekenen. Nou ja, daar moet ik er dus nu nog 30 van hebben. Dus die moet ik halen. Enveloppen moet ik halen. Ik moet nog een mandje halen voor in de kast. Ik moet een cadeaubon voor de verjaardag van zondag halen. Maar ik wil een cadeaubon van de Intertoys. En dat kan je dus niet bij de supermarkt of bij de Beekvloer, dat soort winkels eten. Die hebben het allemaal niet. Dat kan je dus alleen bij de Intertoys zelf halen. Dus daar loop ik dadelijk ook in de buurt. Dus die moet ik halen. Nou, allemaal dat soort dingetjes. Dus dat moet ik wel echt even hebben. Dus dit is echt mijn stilte in de storm momentje eigenlijk. Want het is echt over 10 minuten zit ik op de fiets, Sarah halen, lunchen, terug. De was staat nu aan, dus die moet dan dadelijk opgehangen worden. Dan moet ik nog wat strijk doen. Zwemtas heb ik gelukkig al klaarstaan. Dan even de laatste paar dingetjes hier. Dan Sarah ophalen, gelijk naar het zwembad. Nou, dan die hele waslijst. Dan kom ik thuis, dan gelijk koken. Dan kan Sarah eigenlijk gelijk weer naar bed. En nou, dan is het eerste moment dat ik weer even kan ademhalen. Maar dat is over 7,5 uur. Dus. Nou, er was een tijd dat als Sarah de brood op had, we gezellig een puzzeltje of iets samen gingen doen. Maar het is nu alleen nog maar Switch en Pokémon, echt. Oh, jij gaat een gevecht doen. Nou. Ga je binnen? Queen. Ga je binnen? Ja. Nou, ben benieuwd. Ik wil het zien. Oeh, in één keer! Hij is slaag gevallen. Je hebt gewonnen. Ja. Ben je trots op jezelf? Ik hoop dat het zo mogelijk wordt. Oh, hij komt met nog een Pokémon. Ik zou die denk ik houden. Of die. Balbazar. Ja. Die is wel heel hoog qua level al. En, oh, neem je die. Dat is een ander. Oké. Okay. Nee. Ja, ik heb het een heel klein beetje meegeleerd. Ja. Ik denk dat dat wel een goede er tegen is. Nou, ben benieuwd. En deze heeft nog als kracht. Die andere is natuurlijk al een beetje kwijt. Orange. Ja, maar jouw level is hoger. En die ga je doen? Ja, ben benieuwd. Oeh, dit zijn wel twee sterk hoor, tegen elkaar zie ik. Attack. Kort attack. En eens kijken wat je dan... En die onderste, dat... Wat is dat dan? Dat was met beter worden. Oh, dat is ook weer beter worden. Ja. Als je hem laat slapen, is het wel handig. Want dan kan je daarna blijven aanvallen, denk ik. Denk ik, hoor. Ik weet het ook allemaal niet. Oké, we zijn bij zwemles aangekomen. En vandaag heb ik iets gedaan wat ik nooit doe. Ik doe deze hakken uit. En ik doe mijn wedges even aan. Want ik moet zo verschrikkelijk veel winkels afrennen in zo'n korte tijd. En ik kan heel goed op hakken lopen. Dat hoef ik ook niet meer te bewijzen. Maar ik moet nu op hoog tempo. En met hakken moet je toch af en toe rekening houden met een randje of een stoepje. Dus dit zijn voor mij gewoon mijn hardloopschoenen. Ik ga gewoon echt even hardlopen. Zo. Ja, je zwemt hier. Je moet kaartjes voor mijn verjaardag halen. Ja, en moet een korte sprong. Rekenen voor Jaden. Liever Jaden. Zeden. Zeno. Ja. Een cadeaubon noemen we dat. Kortingsbon. Kortingsbon zou ik een heel flauw cadeau vinden. Nou, die moet ik. En ik moet nog veel meer dingen halen. Ik had al een beetje verteld. Dus, nou, de rest. En snoepjes. Die van die UFO's. Oh, die kan ik wel meenemen als ik er ben. Als ik tijd heb. Die zijn lekker, hè? Oh, ik hou van die UFO's. Kiek. Ik doe wel zo, want je geeft me bijna een neus.
Gebroken neus. Oh, gaan we los? Nou, één keer. Wees nog dicht. Gelijk in de startblokken gegaan en nu naar de winkels aan te rennen. Ik hoop zo dat het lukt om alles te halen wat ik moet halen. Ik heb een lijst in mijn telefoon. Ik weet even van wel. Ja, dus we gaan dit doen. Ik ben echt hard aan het lopen. Maar ik moet gewoon op tijd terug zijn. Ik moet gewoon. Oké, helemaal geslaagd bij winkel 1. Snel naar winkel 2. Nou, echt bizar. De hele tas afgeladen. Hij is ook loodzwaar. Maar ik heb gewoon alles. En als ik snel doorloop, ben ik op tijd. Dus echt even heel snel. Ik had al tegen Sarah gezegd. Je weet wat mama moet halen. Je weet ook waar heel veel voor is. Dus is mama 2 minuutjes later, dan zat het even tegen. Dus dat weet ze. En dat vind ik wel anders. Dan als je er zomaar niet staat. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Dat vertel ik uit nood. Maar... Ik ga het gewoon redden als ik dit tempo ben lopen. Echt geweldig. Ik voel me helemaal happy ervan. Ja. We zijn weer thuis. En... Oh, ik ben zo moe even van vandaag aan het rennen. Dit is een zwembad, mama. Oh, dat is cool. Maar het is wel een gym. Een zwemgym. Dat is voor water-Pokémon, denk ik. Dan moet je je Magikarp, denk ik, gebruiken. Nee. Of, nee, ik gebruik Pikachu maar. Dat zeg ik om een reden. Maar goed, ik denk ik ga even 5 minuten op de bank liggen. We zijn er thuis gekomen. Ik heb alle spullen al opgeruimd. Ik had niet echt boeiende dingen voor jullie om te laten zien. Sarah die wilde heel graag Pokémon. En toen dacht ik, nou mooi, dan ben je heel even bezig. Je hebt gelijk, mama. Dus ik heb nu nog 4 minuten en dan ga ik koken. Ja. En Marco die belde al, die redt het niet met eten, dus... we eten met z'n tweetjes en wat ik ga maken is niet heel lekker om te warmen. Dus hij maakt zo dadelijk een gebakken uit met de boterham of zo. Wel goed dat ik extra brood heb gekocht vandaag. Ah, ik was net zo moe. Toen Sarah op bed lag, denk ik ga even tv kijken. Toen was ik even slaapgevallen. Toen ben ik wakker geworden en ben ik gaan editen. Ik heb ook al 1 vlog gedaan, die is gerenderd en die staat als het goed is denk ik nu online. In ieder geval klaar dan, ingesteld. Toen kwam Marco thuis, toen heb ik het ontwerp wat ik met Sarah heb gemaakt voor de verjaardagskaart, voor de kinderfeestje. Die heb ik uitgelegd. Ik had het heel grof geschetst, want Sarah en ik wisten wat de bedoeling was. Dus Marco heeft er net 3 gemaakt en die is nu over boven, die gaat zo verder. Hopelijk. Ik heb alle uitnodigingen voor de verjaardag die niet gecombineerd worden met het kinderfeestje. Heb ik allemaal geschreven gisteren en vandaag. Vandaag al een paar verstuurd. En de rest heb ik in een tas zitten. Want er zijn er ook een paar. Daar moet nog een kaart voor het kinderfeestje bij. Dan kan ik die maandag allemaal verzenden. Want dan wordt toch de briefbus pas geleegd. En dan nog de enveloppen maken. Voor de kinderen die alleen kinderfeestje. Die alleen voor het kinderfeestje een uitnodiging krijgen. Dus ik ben er druk mee. Oh ja, en we hebben ook nog outfits voor op school. Want we willen zo graag nieuwe kleertjes. Voor de kinderfeestje en voor de verjaardag hebben we besteld. Dus we hebben echt wel heel veel gedaan. En afgekregen ervoor. En als ik maandag boodschappen ga doen, dat doe ik elk jaar. Want ze heeft heel vaak de kinderfeestje precies op de een of andere manier de dag ervoor. Op de vrijdag en dan zaterdag de verjaardag. Maar ik red het gewoon niet met koelkast en vriezerruimte. Om alles kwijt te kunnen. Want als jij 30 kinderen en 5 of 6 volwassenen hebt. Die moeten eten. Dat is echt veel eten. En de dag daarna taart en alles. Dat past je niet. Dus wat heb ik de voorgaande jaren gedaan? Heb ik zeg maar voor de vrijdag had ik de boodschappen dan al in huis. En dan op vrijdag wel naar de supermarkt. Een hele kar helemaal volladen. En dan mag ik hem achter in het magazijn zetten, in de koelcel. Dus producten die niet koud worden, staan dan gewoon koud. Maar alles wat wel koud moet, dat is dan ook koud. Dus dan blijft alles goed. En dan de dag daarna stuur ik elke keer Marco voor de boodschappen, want dan ben ik hier heel druk. Dan hoeft hij alleen die kar te halen en af te rekenen.
En dan de taart te halen. Want die avond ervoor doen we versieren. Dus dan is alles al een beetje geregeld. En ik heb ook de versiering allemaal al geregeld. Dus ja, alles is dan wel geregeld. Na nog een stukje Modern Family te hebben gekeken, ben ik echt lekker moe. En ga ik mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen. Doei doei!